머리 캡. 물 캡 상품 커플. 네스 머리 머리 캡. 앞으로 좀 볼게. 저. 야, 저 veel. Lief, hè? Die pippen doet het niet. Kom, je wou net een zwarte piet. Hi. Niet zo verlegen. Zal ik ze aan papa geven dan? Zo, zo. Alsjeblieft. Ja, ik hoef toch niet te vegen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Prot van de Straat. Vandaag vanuit de gemeente Remmen. Het is bijna 5 december en dan gaan we ons aan de minste vragen wie viert hier eigenlijk Sinterklaas. En wat vind je ervan dat er al veel kerstversieringen hebben en Sinterklaas moet nog komen? Gaat je met mij met? Zwarte Piet, ja. Hoe belangrijk is het Sinterklaasfeest voor jullie? Hartstikke belangrijk. En ja, ik vind namelijk de gemeente Roermond doet er te weinig aan. Dus ik probeer het extra te promoten, zodat het echt in de gelegenheid komt dat het omhoog komt. Sinterklaasfeest, dat is voor kinderen vind ik heel belangrijk. Maar ik denk tegenwoordig is het feest zo besmet dat het ja, eigenlijk... moet ik het zeggen, zijn charme verloren heeft. En dat vind ik heel jammer. We hebben 4 kleinkinderen en ik vind het geweldig. Dat moet ik eerlijk zeggen, want ik zou me dat anders niet voor kunnen stellen. Zo, nee, en onze kleinkinderen die zijn dus al 21, ja, en, ja, 2 stuks en 18 en 19. En we hebben de volgende week zo niet Sinterklaas. Ja, hebben we nog pakjes gezet. De kinderen hebben wel laten kiezen en ze zeggen, oma, vind je het zo geweldig. Dus... Ja. En dat zijn 2 zwaar echte zwarte pieten bij je. Ja, die doen altijd in deze maand. Ze zijn gisteren ook weer begonnen. En dat is echt geweldig, vind ik. Ja, ik vind het geweldig. Ik kan er niks aan doen. Voor ons niet erg, omdat we geen kinderen hebben. Voor anderen misschien wel, maar wij hebben geen kinderen. Voor ons is het niet zo belangrijk. Ik vind het heel belangrijk voor de kinderen. Ik heb er zelf geen, maar ik vind het wel belangrijk, ja. Heel erg belangrijk. Ja? Ja, wij vieren nog elk jaar Sinterklaas. En morgen gaan we naar, vertel het eens dames. Sepp Sinterklaasfeest. Morgen gaan we naar Utrecht. Zo. Nou, de echte Sinterklaas. Ja, ja, echt waar. Ja. Ja. Ja, heel belangrijk. Ja. Ja. De gezelligheid. Ja. Altijd belangrijk geweest, maar nu zijn de kinderen groter en nu worden het toch minder. Ja. Nu zijn de kleine kinderen te groot. Ja, die vinden dat ook niet meer... Ja, ik denk wel niet heel belangrijk. Niet super belangrijk, maar wel belangrijk. Ja. En ik vind het best wel jammer dat het nu helemaal aan het veranderen is. Ja. Door die stoomtrein en, ja, en de discriminatie van de zwartpiet of zo. Ja. Ja, of dat is wel heel belangrijk, vind ik. Ja, het is wel een heel leuk feest voor ons altijd. Ja. En zeker voor de sfeer in Remmen vind ik het heel superleuk om te zien hoe het gaat. Ja, niet echt. Meer met broertjes en zusjes en zo, neefjes en nichtjes, maar zelf niet echt of zo. Ja, het is leuk voor de kinderen, zeker op de leeftijd. Mm. Ik weet zelf van vroeger, toen ik zo jong was, vond ik het ook altijd hartstikke leuk. Vindt u dat ook belangrijk? Best wel. Best wel? Ja. Hoe viert u eigenlijk zelf het feest? Ja, dat doen we dus als we terugkomen in Spanje, dan... hebben wij het feest, want dan hebben we dus al het werk gehad en dan hebben we alle kindjes blij gemaakt. Hoe vieren wij Sinterklaas? Op het moment eigenlijk niet meer zo. De 5 kinderen zijn allemaal de deur uit. En dus we doen het nu met kerst. Maar we hebben het wel altijd gevierd. En de kinderen doen het nu zelf met hun kinderen. Nee, wij niet. En er zijn ook geen kleinkinderen in de familie. Allemaal kinderloos. Dus wordt dat niet gedaan. Met kerst wel. Eigenlijk niet. Ik vind het wel gezellig voor kinderen, maar eigenlijk niet. Kleinkinderen. Kinderen aan de kleinkinderen. Met de kinderen. Met de kindertoes. Ja. Ja. Niet speciaals. Nee, niet. Nee. Nu niet meer. Gewoon met gezellig samen zien. Dus lekker spelen, de kinderen krijgen een envelop. Ja. En dat is het dan ook. Ja. Ik zie hier geen Sinterklaas meer. Alleen pakjesavond krijg ik wel een klein cadeautje. We vieren meer kerst. Bij opa en oma krijgen we altijd, hebben we pakjesavond en thuis doen we altijd surprises. Ja, ik niet heel erg eigenlijk. Ja, ik heb nog een klein zusje toes, dus daar vieren we het wel nog met. Maar anders ook eigenlijk zo niet veel. Nee, gewoon zelf gaat surprises en zo'n dingen. Maar niet heel uitbundig meer, wie vroeger. Weer kijken op tv naar optocht.
Ja. En heb je ook pakjesavond? Ja. Ja? Zwarte Piet, wat vindt u er eigenlijk van dat overal al de kerstversieringen hangt en het Sinterklaasfeest moet nog komen? Ja, eigenlijk zou ik het liefste hebben dat het kerstspul in principe na Sinterklaas pas neergezet wordt. Zodat eerst Sinterklaas even weer omhoog gehaald wordt, want dat wordt in de Achterhoek gedrukt. En dat vind ik heel jammer en Sint-Nicolaas ook. In principe jammer, maar ik weet nog dat ik Sinterklaas vierde en dan had ik cadeautjes nodig en dan was het wel leuk geweest als ik met Sinterklaas al cadeautjes kon kopen voor de kerst. Maar ja, het is wel heel gezellig allemaal, ziet het eruit. Ja, ik vind het waardeloos. Ik heb niks tegen kerst, maar ik vind dat ze wie langer wie vroeger beginnen. En dat vind ik, dat duwen ze Sinterklaas midden weg. Dat vind ik jammer, dat vind ik heel jammer. Maar ja, goed. Commercie, ja. Ja. Ja, dat is. Ja. Ik vind het jammer dat wie langer wie eerder is. Ja, goed. Ik weet anders niet wat ik dat moet zeggen. Ik kan er niks aan doen. Nee, ik bedoel, als ze de noodsloop hoort, niet zo. Zolang ze nog maar kerst erbij zitten. Dus, ja, ja. Dus niet alleen feestbrood, maar ook. Kerstbrood. Kerstbrood, dan vind ik het ook. Maar kijk, dat al gaat al weg. En dat vind ik toch niet wie iets. Wie het gekeurd. Nee, dat vind ik niet. En ook de dochter was toevallig bij jou zo. En we waren zijn zelfs de Sinterklaasliedjes al aan het verhangeren, aanpassen al. Hè. En dat werd ik op een kinderdagverblijf. En dan zei hij, ik ga er niet in met. Ik vind dat fijn. Ja. Ja. Omdat wij geen Sinterklaas doen. Ja. Dus dat stoort me niet dat er overal kerstversiering is. Ik vind wel eerst dat het eind voorbij moet zijn voordat het anger begint. Maar zo is het met alle seizoenen. Carnaval, Halloween, alles ligt heel vroeg. Ja, dus. Nou, we hebben er niet zo'n last van. Want die kinderen die willen heel graag het Sinterklaasfeest vieren. We zijn die zondag ook geweest om Sinterklaas inhalen. Mm-hmm. Allee, het zelfs gedanst voor Sinterklaas. Dus voor ons maakt dat niet zoveel uit. Nee. Okay. We vinden het gewoon gezellig in de stad. En die versiering is net zo goed voor Sinterklaas als ook voor de kerst. Eigenlijk voor de hele decembermaand. Vind ik niet zo. Nee, dat hoeft voor mij niet. Als Sinterklaas om is, dan kerstmis en verder niet. Ja, dat begint ze ook nog aan te wennen. Hè. In het begin vonden we het niks. Ja, verzuiven ze steeds meer. Maar van de andere kant, het is veel werk. En als het maar een week en langer, dan is het ook jammer van het werk, vind ik altijd. Dat wensen we al aan, joh, moet ik zeggen. Maar in het begin joh, vroeger niks. Mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Mij ook niet. Soms, vroeger vond ik het altijd wel een beetje raar. Ja. Maar nee, valt maar mee. Ja. Veer vind je dat heel erg leuk, ja, want het is heel leuk. Erg. Tenminste, veer zijn ook niet echt als kerstversiering, maar meer een beetje als sfeerverlichting. Zeg maar. Nu, als het gaat sneller donkerder werd, dat ze door de stad loopt, leuk leeg. Ja. Vind je veer heel leuk in ieder geval? Ja, absoluut. Wel gezellig. Ja. Ja, ik vind het wel gezellig. Ik vind het gezellig, ja. Ik vind als mensen een kerstboom toe hebben opstaan, vind ik te vreugd. Want eerst Sinterklaas geweest zijn. Maar zo in de stad vind ik het wel gezellig. Zeker op die donkere dagen een beetje verlicht is. Dit was weer een aflevering van Pot van de Stroop. Vandaag vanuit de gemeente Rumen. De meeste mensen vieren toch nog Paksgezoven en dat vind ik ook best wel belangrijk. Zeker als er kleiner kinderen zijn. En wat de kerstversiering betreft, dat vinden ze toch wel allemaal gezellig. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende week terug.